Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Deze week kijken we naar... De A12 gaat vanuit Utrecht 9 dagen lang dicht. Nachtafsluiting op de Doenkade. Weekendafsluiting bij het Reewegviaduct. En de Haringvlietbrug in de A29 is 3 nachten dicht. De A12 is vanaf 27 september 9 dagen dicht vanaf knooppunt Oude Rijn tot aan Nieuwerbrug vanwege werkzaamheden. Richting Rotterdam rij je om via de A27 en de A15. Verkeer naar Den Haag kan omrijden via de A2 en de A4. De werkzaamheden beginnen op maandag 27 september om 9 uur 's avonds en duren tot donderdag 7 oktober 5 uur 's ochtends. Rijkswaterstaat verwacht veel vertraging op de weg met een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Kijk op rotterdamonderweg.nl/A12 voor meer informatie. De Doenkade is van maandag 27 september 8 uur 's avonds tot dinsdag 28 september 6 uur 's ochtends dicht tussen de N471 en de Vliegveldweg. Doorgaand verkeer rijdt in beide richtingen om via de A13, de N470 en de N471. Verkeer naar Rotterdam De Heek Airport rijdt via de Veroaksbaan en de Vliegveldweg. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/doenkade. Komend weekend wordt er gewerkt aan het Reewegviaduct over de A15. Van vrijdag 1 oktober 8 uur 's avonds tot maandag 4 oktober 5 uur 's ochtends zijn de Reeweg en het Reewegviaduct over de A15 in beide richtingen dicht. Tussen de Antonie Bodaanweg en de Abel Tasmanstraat. Ook de toe- en afritten van de A15 zijn afgesloten. Het verkeer rijdt om via aansluiting 19 Rotterdam-Sjaarloos van de A15, de Groene Kruisweg en Waalhaven-Zuidzijde. Ga voor meer informatie naar rotterdamonderweg.nl/reeweg. De Haringvlietbrug in de A29 is komend weekend 3 nachten in verschillende richtingen dicht. Richting Bergen op Zoom is de Haringvlietbrug dicht van vrijdag 1 op zaterdag 2 oktober van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Richting Rotterdam is de brug dicht van zaterdag 2 op zondag 3 oktober en van zondag 3 op maandag 4 oktober. De afsluitingen beginnen dan ook om 9 uur 's avonds en duren tot zondagochtend 10 uur en maandagochtend 5 uur. Omrijden kan in beide richtingen via de A16, A17 en A59. Verkeer van en naar de Hoekse Waard rijdt om via de N217. Tijdens de nachtafsluitingen is de Kiltunnel in de N217 tolvrij. Op rotterdamonderweg.nl/A29 vind je meer informatie. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.